Welkom bij de Kapkomo podcast. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kapkomo podcast. En deze keer heb ik de gast Maaike Gulden. Hey Maaike, yay. Welkom. Nou, leuk dat ik in je podcast mag zijn. Ja, ik was een tijdje terug de gast in jouw podcast. Dus ik dacht, ik wil jou ook wel eens eventjes interviewen. Ja, want dat was super gezellig. Ik geloof dat wij toen uiteindelijk 3 uur aan de lijn gehangen hebben. Precies, ja. Dat was de langste podcast ever, nee. Hadden we hem niet ook 2 keer gedaan of zo? Dan ging iets mis over, geloof ik. Heerlijk. Ja, altijd gezellig met jou. En ik ken je al een tijdje. Volgens mij kennen we elkaar van Twitter, van echt lang geleden. Toen Twitter nog een kroeg was. Maar vertel eens iets over jezelf. Wie ben je? Wat doe je? Wat houdt je bezig? Ja, heel veel dingetjes. Nou ja, je hebt me al geïntroduceerd, hè, Maaike Gulden. En als ondernemer, ik werk als zelfstandig ondernemer, help ik mensen met name met hun online zichtbaarheid. Dus dat is een stukje social media en online marketing, want dat vind ik gewoon superleuk om te doen. Hoe je dat goed in kan zetten om jezelf zichtbaar te maken. He, zodat je ook kan doen wat je leuk vindt. Daarnaast ben ik ook moeder. 1 kind van mezelf, 2 kinderen er cadeau bij gekregen. Lekker midden in de puberteit, dus dat is heerlijk, zo'n stijl van die pubers. En in mijn vrije tijd hou ik heel erg van reizen. Dat is een beetje me in een notendop. Wat leuk, tof zeg. Hey, en ik wil het in deze podcast heel graag hebben over rijkdom, in de brede zin van het woord. Maar rijkdom heeft ook met geld te maken. Dus ik vroeg mij af, wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Ja, niet zo heel erg veel. Eigenlijk sparen. Hè? Dat je geen geld uit moet geven wat je niet hebt, dus dat je gewoon moet sparen. En misschien een ander ding, dat je als vrouw ook gewoon voor jezelf moet kunnen zorgen. Maar voor de rest heb ik niet zo heel veel meegekregen over geld vanuit huis. Geen, een training van hoe je ermee om moet gaan of dat soort dingetjes? Nee, wij kregen netjes zo'n irritant spaarpotje vroeger van de Rabobank met van die gleufjes. Dus als je hem dan op zijn kop hield, dan kon je geen geld eruit halen. Want dan gingen die dingetjes voor dat gleufje. Dus de enige manier dat dat geld er weer uit kon, was op de Rabobank zelf. Daar hadden ze dan een sleuteltje. Dus dat was heel irritant. Want er waren soms van die dingen, bijvoorbeeld, hè, mijn ouders vonden het niet nodig dat je naar de kermis ging. Nou, en wij vonden dat best wel leuk. Als kind vind je dat gewoon leuk als het kermis is. Nu kan ik me er ook niks meer bij voorstellen wat daar zo leuk aan is. Maar dan konden wij dus niet stiekem geld uit je spaarpotje halen om toch naar de kermis te gaan. Dus dan waren we heel blij als oma langskwam, want oma nam ons mee naar de kermis. Oh, wat tof. Ja. Leuk. En heb je die, dat wat je meegekregen hebt over dat sparen, doe je dat nu nog? Ben je nog zo verstandig met je geld? Of, Nou, ik ben soms heel verstandig en soms heel onverstandig. Het ligt er ook maar net aan wat je prioriteiten zijn en dingen die je belangrijk vindt, maar wel zo dat je wel geld moet hebben voordat je het uit kan geven. Dus dat is toch wel een beetje blijven hangen. En je zei al dat je heel graag reist. Maar waar geef je nog meer graag je geld aan uit? Nou, dat is toch wel waar het meeste geld aan opgaat, zeg maar. Als het even kan, vind ik het wel heel leuk om weg te gaan. Heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ook toen ik jonger was, hè, dan hoefde ik niet zo nodig nieuwe kleren of dat soort dingen. Maar nee, ik spaarde echt alles op om op vakantie te gaan. Dus dat is eigenlijk toch wel waar ik het meeste geld aan uitgeef. En voor de rest om mezelf te ontwikkelen als ondernemer. Ja. Trainingen, coaching? Ja, met name trainingen, online trainingen volgen, managementboeken aanschaffen. Om maar iedere keer je eigen kennis te blijven ontwikkelen. Ja. Ja, dat is ook, ik vind dat ook wel belangrijk. En het is ook leuk. Het is ook leuk van ondernemer zijn, denk ik. Ja. Eén van de dingen. Ja.
Ja, tof. En stel nou dat je nog 1 tientje te besteden had. Ik zeg niet voor altijd, maar gewoon ja, nu even. En je weet niet wanneer er weer nieuw geld komt. Je hebt nog 1 tientje. Wat ga je doen? Ja, dan moet je zorgen dat je meer geld kan maken van dat tientje natuurlijk. Dus ja, kijk of je het zo kan investeren dat het je meer oplevert. Oh, en hoe doe je dat? Nou ja, je zou iets kunnen kopen en dat weer gaan verkopen voor meer geld. Maar in ieder geval iets kunnen proberen. Ik heb daar laatst een heel leuk YouTube-filmpje over gekeken, inderdaad. Hoe mensen bepaalde voorwerpen kochten op eBay. En door er dan een bepaald verhaal aan te hangen, dus dat is helemaal in jouw straatje, waren dat voorwerpen die zeg maar onder $1 kosten. En sommige die verkochten ze zelfs voor $70. Oh, en omdat er dan een mooi verhaal bij was, dan werd het beter verkocht. Ja, werd het in de ogen van mensen veel waardevoller. Wat cool! Oh, dus daar was ik wel heel erg door. Ja, daar was ik wel heel erg door getriggerd. En voor de rest kun je natuurlijk ook iets maken. Hè? Ga cupcakes bakken. Dus koop voor dat tientje wat je hebt wat producten waarmee je cupcakes kan maken of iets anders. En die ga je dan natuurlijk weer als eindproduct gewoon verkopen. Maar ja, ik zou over iets na gaan denken hoe je van dat tientje meer geld kan maken in ieder geval. Cool. Nou, meteen een goede tip. En, als je een tientje op straat vindt, wat doe je dan? Wat doe je daarmee? Ja, ouwe. Ja, tuurlijk. Nee, ja, het ligt eraan. Als het in een portemonnee zit met ergens iets dat het te traceren is van wie het is, dan ga je dat natuurlijk netjes teruggeven. Maar zo niet, ja, wat moet je er dan mee? Gewoon lekker in je zak steken en er iets leuks voor gaan doen. En wat zou je dan gaan doen? Ja, voor tientje kan je niet zoveel meer tegenwoorden. Nee. Dus ja, het is nu zomer, dus ik denk lekker een terrasje pakken of zo. Ja, gewoon iets leuks gaan doen. En stel nou dat geld echt geen enkele rol zou spelen als je gewoon plant die geld had. Gewoon, ja, het komt gewoon uit de kraan. Het groeit aan een boom in je tuin, weet ik veel. Hoe zou je leven er dan uitzien? Ja. Ik denk, dan komen we toch weer op dat reizen, toch meer reizen. Ik probeer dat nu al zoveel mogelijk te doen, maar dat budget is niet onbeperkt. En ik heb nog wel een paar hele mooie reizen, ja, die ik ooit zou willen maken, maar die zo belachelijk duur zijn, dus dat doe je dan niet. Ja, ik zou wel een keertje bijvoorbeeld richting Noordpool willen of zo. Ja. Dat is dan iets wat ik dan als eerste zou gaan doen. Cool, Noordpool. Jeetje. Ja, ja, dat zou ik niet bedacht hebben. Ja, dat lijkt me zo fascinerend om daarheen te gaan. Maar ja, dan heb je die reis aan zich is al heel duur. Hè, want dat, ja, het is gewoon een dure onderneming, kunnen weinig mensen mee. Maar je hebt natuurlijk ook een hele aangepaste outfit nodig. Ja. Want met die temperaturen kan ik niet met denken van, oh, dan doe ik een paar laagjes over elkaar. Dus ja, dat is toch wel een dure bedoeling. Dus ja, ik denk dat dat er toch anders uit zou zien. En ja, misschien ook toch een ander huis kopen. Ja, eentje waar mijn paard bij mijn huis kan staan. Oké. Ja, dat is natuurlijk wel, ja, dat is dan haalbaar gewoon heel makkelijk, hè. Dus ja. Misschien wil je nog wel een paard erbij? Dus eentje is genoeg. Ja. Oké. Okay. En heb je nog... Vertel verder. Ja, dan heb je gewoon ook ruimte dat hij zeg maar naast de deur staat en nu niet. Dus dat. Leuk. En heb je nog andere landen, bestemmingen op je lijstje staan? Oh, je moest eens weten. Ja, nou, roep eens wat. Ik heb best wel veel bestemmingen. Het is alleen zo, mijn partner is iets minder avontuurlijk als dat ik ben. Dus die heeft zoiets van, nou, bepaalde bestemmingen, dat hoeft voor mij helemaal niet. Zo ben ik ook een paar jaar geleden met mijn zoon naar Oeganda en Tanzania geweest. Want hij heeft zoiets van, nee, Afrika, dat hoeft voor mij allemaal niet. En dan is het wel een beetje zoeken. Maar ik zou zelf bijvoorbeeld nog
heel graag naar Ethiopië gaan. En Canada is nog een heel groot wensenlijstje. En eigenlijk wilde ik eind augustus dit jaar naar New York gaan. Dan bereik ik de magische grens van 50. Woehoe! Nee, zo blij word ik daar niet van. Want dan denk ik, nou word ik echt oud. En dus ik had zoiets van, nou, ik heb geen zin om dat thuis te vieren. Hè? Dan krijg je al die stomme dingen in je tuin. dan weet het hele dorp dat je 50 bent. Dus ik denk, dan moet ik gewoon zorgen dat ik wegwezen. En eigenlijk had ik zoiets van, nou, dan wil ik het gewoon gaan... gaan vieren in New York. Op Times Square wil ik dan lekker mijn verjaardag gaan vieren. Maar ja, dat zit er nu dus even niet in. Nee. Dus dan moet je even ergens anders naartoe vluchten. Ja, dus de bestemming is nog niet helemaal bekend. Ik zit te denken aan Hamburg. Oké. Okay. En ja, ook leuk. New York was leuker geweest, maar... Ja, maar goed, ja. Nou, Hamburg gaat ook een hele leuke stad zijn. Ja, en er zijn nog heel wat landen in Zuid-Amerika. Ik heb nog maar een heel klein stukje van Zuid-Amerika gezien. Dus daar zou ik ook nog wel eens heel graag heen willen. Oh, wauw. Nou, ja. Even manifesteren die hap, toch? Ja. Ja, joh. Hey, en wat maakt jou nou rijk? Waar word jij nou echt blij van? Nou ja, dat reizen word ik heel blij van. Hè. Nieuwe landen ontdekken, nieuwe culturen. Dat ook echt ervaren. Ja. Er gewoon zijn en het ervaren. Dus dat vind ik wel echt een rijkdom dat mogelijk is. En, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk gewoon je gezondheid en je vrienden en je familie. Want ja je gezondheid, nou ja, die moet het allemaal wel toelaten dat je alles maar kan blijven doen natuurlijk. En ja, vrienden en familie gewoon die je steunen door dik en dun. Dus dat vind ik ook wel heel erg waardevol. En ik ben eigenlijk wel best wel een familiemens wat dat betreft. Ik zie mijn ouders, mijn familie heel vaak. En ook vriendinnen. Ik heb nog vriendinnen, zeg maar, die ik ken sinds de eerste klas van de lagere school. Dus ook dat is voor mij wel heel belangrijk. Ja. Wauw. Wauw, wat leuk zeg. Ja. Ja, dat is wel grappig inderdaad. Ik heb dat ook inderdaad van heel vroeger nog. En dat is gewoon leuk dat je dan, ja, dat die samen een soort geschiedenis doorlopen. En, Ja. Zondag heb ik toevallig weer met een aantal meiden afgesproken. En dan is het toch altijd weer leuk om bij te kletsen. En inderdaad, je hebt samen de lagere school meegemaakt. Maar ook de eerste vriendjes, het trouwen, eigenlijk alles. Je hele leven. Kinderen. Ja. Een aantal die weer gescheiden zijn. Ja, de hele rambam. Cool. En zitten daar ook ondernemers bij? Of, Nee. Nee. Ik ben de enige. Ja? Ja, en, de anderen zijn allemaal gewoon netjes in loondienst. Oké. Hey, en over ondernemers gesproken. Wat is jouw grote inspiratie op het gebied van ondernemer? Welke ondernemer? Het ligt er ook. Ja, ik heb er wel eentje. Ik vind Amy Porterfield helemaal geweldig. Ik zit natuurlijk heel erg in die online marketing, social media hoek. En dan heb je toch wel een beetje dat je heel erg naar Amerika kijkt. Die lopen op dit vlak toch een beetje voor. En ja, hoe zij het aanpakt, vind ik helemaal geweldig. Ja. Ja. Dus ja. Dat vind ik wel een voorbeeld. Petje Flynn vind ik helemaal geweldig. Ja. Petje Flynn, die leg even uit, want niet iedereen kent hem, denk ik. Nee, dat is met Amy Porterfield waarschijnlijk hetzelfde. Mensen die iets doen met online marketing zullen haar kennen. En ze heeft een geweldige podcast waarin ze heel veel waardevolle tips deelt. En Pat Flynn is eigenlijk een beetje hetzelfde. Die heeft ook, die ken ik door zijn podcast, Smart Passive Income. En dat gaat dus ook een beetje over online marketing, online ondernemen. En ja, die vind ik ook heel erg inspirerend. Ja, en wat heb jij zelf met online ondernemen? Waarom vind jij dat zo leuk? Of waarom heb jij voor dit gekozen? Ja, is gewoon keileuk. De fascinatie dat gewoon mogelijk is. Hè? Dat zeg maar, tegenwoordig heb je niks meer nodig. Het enige wat je nodig hebt is een laptop en een wifi. En dan kan je gewoon eigenlijk doen waar je gelukkig van wordt.
ja, zoveel jaar geleden was dat niet mogelijk. Hè? Want dan was jij voor publiciteit afhankelijk van wat de kranten of de tijdschriften, zeg maar, belangrijk vonden. Terwijl met de komst van social media kunnen wij allemaal content maken. Kunnen wij gewoon zelf bepalen wat we belangrijk vinden en dat gewoon delen. En dat vind ik gewoon echt super, super fascinerend. Maar ook de mogelijkheden, de techniek wordt steeds makkelijker. Dus ja, het is voor iedereen mogelijk om gewoon een website op te tuigen, online programma's te maken en gewoon je ding te doen. Dus ja, dat vind ik heel erg fascinerend. Ja, ja, dat snap ik wel. Dus ik herken het natuurlijk ook, want ik vind dat ook fascinerend. En ik ben ook wel benieuwd. En ik had je een aantal vragen van tevoren gestuurd, maar ik heb gewoon nu in één keer dat ik denk, ja, maar ik ben ook wel benieuwd wat daarin jouw grootste goud is. Wat jij graag deelt, want ik ken jou natuurlijk een beetje en ik weet dat jij heel erg goed bent in best ook wel de technische en ingewikkelde dingen makkelijk maken. Ja, het moet niet te technisch worden, want dan kan ik het ook niet meer vatten. Maar wel, ja, ik ben wel iemand die iets aanpakt en zich daar dan helemaal in vastbijt. En dan vind ik het ook leuk om het te delen. Als ik dan nieuwe tooltjes ontdekt heb en ik ben er zelf mee aan de gang gegaan, dan vind ik het ook heel erg leuk om dat gewoon te delen. Ja. Ja. En ik ken jou ook ik ken jou als een voorloper ook in dingen. Jij bent echt, tenminste dat is mijn indruk ook, dat je bent heel nieuwsgierig en je gaat altijd alle dingen uitproberen. Ja, maar dat heb ik met alles in het leven, zeg maar. Ja, dan hoor of zie ik iets en denk ik, oh, dat lijkt me ook leuk. En dan is dat een kwestie van gewoon doen. En dat is online ook. Als ik dan weer iets tegenkom en denk, oh, maar dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, dan vind ik het ook de moeite om daar gewoon even in te duiken en dat uit te gaan proberen. Ja. Ja. En het dan ook te delen. Want jij geeft heel veel, wat dat betreft, heel veel waarde weg ook. En inspiratie. Maar ook inderdaad, als je aan mensen echt uitlegt van, nou, hoe werkt dit? Of hoe werkt dat? Of, oh, ik ben dit tegengekomen. Ja, maar ik denk ook dat dat tegenwoordig belangrijk is om je kennis te delen. En want ja, waarom? Maar dan kom ik weer bij mijn vak idioterie. Waarom zitten mensen op social media? Niemand die denkt van, oh, ik zal eens op Instagram gaan kijken wat ik nu weer kan kopen. Hè, mensen zitten daar toch om te connecten met andere mensen of om leuke tips en inspiratie te vinden. Dus ik denk dat dat ook een manier is om jezelf zichtbaar te maken door inderdaad die waardevolle kennis te gaan delen. En dan willen mensen jou ook graag volgen. En dan blijven ze je ook graag volgen, omdat ze dan denken, oh, die Maaike die deelt handige tips, daar heb ik wat aan. Dus ja, dan vinden mensen het gewoon leuk om je te blijven volgen. Hè? En ik denk dat dat gewoon de nieuwe manier van marketing is. Kennis delen, ja, en mensen inspireren. Ja, ja, nou, dat doe jij goed. Superleuk. Ik hoop en, het. Ja, nou ja, je doet gewoon je best, toch? Ja, meer kunnen we niet doen, hè? Nee, ja, de rest is aan de ontvanger, ja toch? Ja. En dan zijn er mensen die dat waarderen, de manier waarop ik het breng. En andere mensen zullen het niet waarderen. Maar dat zijn dan ook niet de klanten waar je gelukkig van wordt. Dus ook daarmee ga je al een beetje filteren wat voor soort mensen je aantrekt. Ja, ja. Dat vind ik wel interessant. Wat voor soort mensen wil jij aantrekken? Ja, toch wel een beetje de mensen die bij mij passen. En dat zijn mensen die ook graag nieuwe dingen willen doen. Hè? Die niet eerst alles moeten wikken en wegen, maar die gewoon actie willen nemen en die daarvan houden, gewoon dat no-nonsense van gewoon heel praktisch en to the point. Want dat is de manier waarop ik dingen deel. Dus mensen die dat prettig vinden, van oké, gewoon praktisch, handige stappenplannen, dat ze het gewoon zelf kunnen gaan implementeren. Dus ik denk dat dat wel mensen zijn, ja, waar ik leuk vind om mee te werken. Ja, ja, en actie is ook wel echt een keyword volgens mij voor jou, als ik kijk naar, je bent echt van het implementeren. Superleuk. Kan ik nog wat van leren? Want ik vind dat heel leuk om dingen te weten. Maar dan vervolgens ga ik er niet mee aan de slag. Ja, dat doe jij wel. Op, hè? Super. Nee, precies. En dan wil ik eerst meer kennis verzamelen voordat ik dan aan de slag ga. En ja, jij doet het gewoon. Dat is wel echt tof. Ja, leuk om te zien is dat. Nou, ik zorg wel ook eerst dat ik voldoende kennis heb, hoor. Dus ik duik er dan wel even in van, oké, hoe werkt dat precies? Wat kan je ermee? Wat zijn de voor's en tegens? Maar dan is het wel een kwestie van
ermee aan de slag gaan, want anders heeft het niet zoveel nut. En soms is het inderdaad gewoon een kwestie van uitproberen. En dan zie je maar wat er gebeurt. Want ik zal bijvoorbeeld nooit vergeten, ik ben heel actief geweest in het begin met live video. En een van de eerste mogelijkheden die er was, was Periscope. En dat was superleuk om daar op live te gaan. Maar ja, in het begin weet je ook niet hoe het werkt. Dus ik weet nog dat ik dat voorbij zag komen. De eerste live uitzending. Dat ik dat aanklikte. En toen was ik dus ineens in die uitzending. Ineens hoor ik, hey Maaike. Maar ik was ook op zo'n moment dat ik niet helemaal daarop voorbereid was. En niet verwacht had dat ze mij ook zouden zien. Dus volgens mij stond ik ook ergens in de stal bij mijn paard. Zo van, oh, eens kijken wat dit is. En ineens hoor ik, hey Maaike. En vol schrik dacht ik alleen maar, klik uit, weg. Van, hey, ze zien mij. Dat had ik niet verwacht. Ja, ja, oh, dat weet ik dan wel met Periscope. Dat was echt heel leuk eigenlijk. Ja, ik vond het leuker als Facebook Live, zeg maar. Ik vond het, maar het was toen ook nieuw, het was vernieuwend. En ja, ik vond dat superleuk toen. Ja, 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 dat, ja, ik vond het ook leuk. En je kreeg, ja, dat was eigenlijk de eerste mogelijkheid om echt een beetje spontaan in de andermans wereld te kijken. En ja. Ja, dat was wel echt leuk, ja. Nee, nu toen had je nog niet al die live mogelijkheden op alle kanalen. En toen had je ook niet overal die mogelijkheid voor stories. Dus dat was eigenlijk de eerste mogelijkheid om echt connecties te maken. Maar ook, ja, op een authentieke manier, zeg maar. Niet dat het zo'n filmpje is waar je 10 takes voor doet voordat het opgenomen is. Of dat je een cameraploeg inhuurt. Maar dat was gewoon, op die knop drukken en live gaan. Ja. Superleuk, superleuk. Hey Maaike, en ik was nog ook nieuwsgierig naar, ik vind zelf altijd heel leuk om te horen wat iemands favoriete boek is. Heb jij een favoriet boek of is dat een veel te lastige vraag? Dat is een veel te lastige vraag. Ik heb geen favoriet boek aller tijden. Dat is ook een beetje net waar je mee bezig bent. Maar op het moment ben ik in deze bezig. Ah. Die had ik al een tijdje liggen, maar ik had hem eigenlijk... want ik hou er niet zo van, hè? Als je het dan open doet. Moet ik even, er zitten af en toe wel tekeningetjes in. Maar dan zijn het een hele hoop kleine lettertjes. En dan denk ik al, oh, laat maar. Totdat ik er nu me echt in ging verdiepen. En dat is echt een geweldig boek. Dotcom Secrets. Ja. Van, wie is de schrijver ook weer? Russell Brunson. Ja, ja, ja. Ja, ik heb meerdere mensen gehoord die daar heel enthousiast over waren. Dus laat je niet afschrikken door die kleine lettertjes. Het is echt, er gaat een nieuwe wereld voor je open. En dat komt, ik ben nu op het moment bezig met mijn funnels te optimaliseren. En dat betekent dus eigenlijk dat je van social media zorgt dat mensen op je website komen. Dat ze ook in je e-mails komen, op je mailinglijst, dat je ze een aanbod kan doen. En als je dat interessant vindt, dus eigenlijk alles wat komt kijken bij online marketing, dan is dit echt wel een superboek. Ja. Ja, leuk. Goeie tip. Goeie tip. En nog even een andere vraag die mensen ook altijd lastig vinden. Namelijk, als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat... Puntje, puntje, puntje. Ja, dat mogen we niet vertellen natuurlijk. Ja, maar je hoeft niet alles op tafel te gooien, maar gewoon zo'n gekkigheidje over jou. Een, zoals ze dat noemen, een quirk. Een dingetje waarvan mensen zo eens denken van, hè? Oh, dat wist ik niet van je. Nee, dan zouden mensen weten dat ik, als ik mijn werk doe, dat ik het best wel serieus neem. Ik ben ook best wel perfectionistisch. Ik probeer het heel erg leeg of los te laten. Valt niet altijd mee, want dan, als ik dan nog zie op een slide ergens een hoofdletter en een kleine letter, dat irriteert me. Dan denk ik, up, nieuwe slide. Terwijl heel veel mensen zouden denken, ja, maakt het uit. Het gaat om de boodschap die je te brengen hebt. Dus aan de ene kant ben ik heel erg perfectionistisch. En aan de andere kant denk ik, ja, dat ik best wel sociaal ben. Als er ergens een netwerkbijeenkomst is, want ik vind het heel leuk om dingen online te doen. Maar ik vind het ook heel leuk om dingen offline te doen. Dus meestal als ik bij een netwerkevenement ben of ik organiseer zelf ook nog een social media club in Breda. Dan zeg ik, dan ben ik meestal wel degene die het licht uit doet. Oké. Ja. Ja, ik, nou. Ik drink niet,
geen alcohol in ieder geval, gewoon omdat ik het niet lekker vind. Maar ik hou wel heel erg van een feestje en ja, van onder de mensen zijn. En dan ben ik meestal, kan ik het goed volhouden en ben ik een van de laatste die weggaat. Cool. Wist ik niet van je, dus dat is leuk. Ja. Ja. En als het gaat over levenslessen en dingen die je meegemaakt hebt in je leven, heb jij een moment of een inzicht waarvan je denkt van, wow, dat was wel heel bijzonder? Waarschijnlijk heb ik heel veel van die inzichten gekregen, maar blijven die misschien niet zo heel bewust bij me. Wel iets wat ik van mijn vader geleerd heb, hè, dat je al heel makkelijk zei van, oh, dat weet ik niet hoe dat moet. Dat hij altijd zoiets had van, nou, je gaat het eerst maar een keer proberen. En dan mag je dus zeggen of je weet hoe het wel moet of hoe het niet moet. Maar niet al bij voorbaat zeggen van, oh, dat weet ik niet of dat kan ik niet. En ik merk dat ik dat dan ook wel eens niet alleen tegen mijn zoon zei, maar ook bijvoorbeeld tegen mijn vriend. Want die had bijvoorbeeld ook een hele aversie tegen groepsreizen. En wij zijn een paar jaar geleden is alweer langer geleden. Omdat ik heel lang alleen geweest ben met mijn zoon, maakte ik heel vaak van die familiegroepsreizen. Want ik had zoiets, als ik dan in het buitenland ben en ik word ziek of weet ik van wat, dan is mijn zoon niet aan zijn lot overgelaten. Dus dan boek ik zo'n familiegroepsreis, dan word je in ieder geval door de groep opgevangen. En voorheen trok ik er altijd zelf met mijn rugzakje op uit, maar dat vond ik toen te eng. En eigenlijk vond ik het superleuk. Dus ook omdat ik maar één kind heb, die moet je anders heel erg entertainen, heel erg vermoeiend. Dan heb je ook niet altijd zelf het vakantiegevoel. En door met zo'n familiereis mee te gaan, had hij zijn vriendjes. En had ik ook grote mensen praten, om het zo maar te zeggen. Dus toen kwam ik mijn vriend tegen met zijn twee kinderen. En toen stelde ik voor, laten we dan een keer op zo'n familiereis gaan. Nou, hij had ook al zoiets van, ik ga niet op een groepsreis. Dus toen kwam ook weer die quote binnen van, ga het eerst maar eens één keer doen. En dan heb je er een mening over of dan kan je er wat voor vinden. En eigenlijk toen wij terugkwamen van die reis naar Thailand, was hij degene die het meest enthousiast was van allemaal. Dus, dat is ook grappig, hè? Ja. Ja, dat is dan... Nee. Dus dat is ook dan wel zo'n levensles. Van inderdaad, ga het eerst maar eens gewoon doen of eerst maar eens proberen. En ook als ik terugkijk op wat ik tot nu toe allemaal al gedaan heb. Sinds ik ondernemer ben, als iemand mij dat zoveel jaar geleden gezegd had, had ik dat ook niet voor kunnen stellen. Nee, dat is cool, hè? Dat je eigen website maakt, dat je verstand hebt van SEO, hè, dat je boeken geschreven hebt. Nou, bijvoorbeeld ook nog zo'n ding. Ik ben een heel erg introvert. En vroeger vond ik het ook doodeng om voor een publiek te staan. En dat was zelfs zo erg dat ik heb gewerkt bij een thuiszorgorganisatie als marketingmanager. En op een gegeven moment gingen wij voorlichtingen doen bij bejaardenbonden, zeg maar, bij van die organisaties van oudere mensen. En dan moest je een praatje houden. En dat was zelfs zo erg dat ik een collega naar voren schoof van, nou, als jij dan dat praatje gaat doen, dan ga ik wel dit en dit en dit regelen. Maar dat was puur omdat ik het super eng vond om voor die bejaarde mensen te gaan praten. Maar net als nu, als ze me nu zouden bellen van, Maaike, kan jij invallen? Je moet over een uur daar en daar spreken. En er zitten, weet ik veel, een paar duizend mensen in de zaal. Dan draai ik mijn hand er niet meer voor om. Dan doe ik het gewoon. Dus ja, als je daar... Je bent vaak als ondernemer zo druk bezig met alle dingen. En als je dan eens af en toe de tijd neemt om terug te gaan kijken van wat je allemaal geleerd en gedaan hebt in die jaren, dan is dat af en toe toch best wel eens, ja, dat je jezelf een schouderklopje mag geven van, nou, dat had ik echt niet verwacht. Ja, ongelooflijk eigenlijk, hè? Het is echt best wel belangrijk om af en toe even terug te kijken. En inderdaad ook om gewoon dingen te proberen. Omdat je dan later terug kan kijken en kan denken, jeetje mine, dat heb ik toch allemaal maar weer gedaan. Ja. En het een vind ik misschien leuker dan het andere. Maar je kan het alleen maar weten of je het leuk vindt door het te ervaren. Dat is ook zo, ja. Ja. Want dan kun je ook dingen afstrepen van, nou, dat is niks voor mij. En soms is het ook goed als je omgeving je daarbij helpt. Ja. Dat ze ook aangeven. En zo nog een dingetje die je niet van me wist. Ik zeg, ik ben de enige in het hele dorp die ooit geweigerd is voor het kerkkoor.
Oké, au. Ja. Au. Dus ja, normaal waren ze hier blij als kinderen in het kerkkoor wilden om op iedere zondag mee te doen, hè, met liedjes zingen in de kerk. En ik dacht ook, leuk, dat ga ik doen. Want dan mocht je één keer per jaar op koorreisje. Daar deed ik het van. Dus mijn beste vriendin en mijn zus die gingen bij het kerkkoor. En ik wilde dus ook bij het kerkkoor. Maar tegen mij zei ze toch van nou, misschien moet je maar een andere hobby gaan zoeken. Oh, echt? Oh, auw. Dat is best wel pijnlijk. Nou ja, daar ik kan zing je echt niet zingen. Nee, ik zing nog heel hard in de auto als ik daar in mijn eentje zit of onder de douche. Dus ik hou me niet in, maar ik weet wel dat ik en plein publiek kan ik het beter niet doen. Geen solootjes in ieder geval. Oh, echt? ik moet in één keer denken aan een festival of zo. Oh ja, de Happiness Festival. En daar was toen een workshop van Babette Labij. En Babette Labij is de coach, zangcoach van The Voice en van al die zingprogramma's. Van The Voice en van de, En zij zei toen, iedereen kan zingen. Nou, dan ben ik benieuwd. Als zij dit hoort, dan ga ik de uitdaging graag aan of zij mij kan zorgen dat ik maat kan houden. Maar dat is dan zo'n ding dat ik denk, ja, daar moet ik gewoon niks mee gaan doen. Nee, nou ja, goed. Als je het ook niet ambieert, is het niet erg, toch? Nee, ieder zijn eigen talenten. Ja, als ik nou heel erg dolgraag zangeres had willen worden, dan was het wel eens heel irritant geweest. Maar in dit geval denk dan, ja. Maar het is wel grappig dat je Babette die zei echt van, ja, iedereen kan zingen. En dan waren een paar mensen echt heel erg van overtuigd dat ze het niet kon. Ik moest dan op het podium komen om te bewijzen dat ze het niet kon. Ja. Bleek ze het wel te kunnen. Nou, goed, oké. Okay. Maar goed, ja, weet je. Ja, ik heb de overtuiging dat ik niet kan drummen, maar ik ben nu op drumles gegaan. Dus best aardig. Maar ja. Dus mocht je het ambiëren, kan je het altijd nog ooit een keer proberen. Wraak nemen op de in je auto keihard zingend. Ja, heerlijk. Nou ja, wie weet, maar op het moment heb ik daar geen ambities voor. Nee. Nee. Nou, jij staat al op een podium als spreker, dus wat dat betreft. Daarom. Hè? Check. Hey, en Maaike, ik ben een boek aan het schrijven over veerkracht. Jij hebt ook een boek geschreven. Daar wil ik zo nog eventjes de titel van weten, want dan kunnen we dat in de show notes zetten. Maar ik ben een boek aan het schrijven over veerkracht. En ik vroeg mij af of wat in jouw ogen veerkracht is. Ja, ik denk dat je dan gewoon je weet te herstellen bij tegenslagen. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is van veerkracht. Mooi samengevat. Ja. Dus ja, ik denk het dat je niet bij de pakken neer gaat zitten. En heb jij dat? Nee, maar ik ben best wel een doordouwer wat dat betreft. Soms misschien iets te veel. Een beetje de Rotterdamse mentaliteit. Niet lullen, maar poetsen. Dus ik heb dan zoiets van, ja, je kan bij de pakken neer gaan zitten, maar dat gaat het niet oplossen. Ga dan eerst even, weet ik veel, een potje janken, maar dan zul je toch weer verder moeten. Ja. Ja, dus jij bent wel een veerkrachtig persoon eigenlijk. Ik denk het wel, ja. Ja. Ik denk het ook wel hoor, maar ik zie ook niet zoveel problemen. Nee. In het algemeen niet? In het algemeen niet, nee. Ik denk gewoon, ga iets doen. Ja. Ja. Maar je hebt een beetje die Pippi Langkous houding ook gewoon. Met die nieuwsgierigheid en dat uitproberen. En dan, niet lullen, ja, maar ook nou, als je dat bij elkaar optelt. Ja, en nu ook van kindjes die dan zeggen dat ze zich vervelen of zo. Dan denk ik, hoe kan je nou vervelen? Er is altijd wel iets te verzinnen of iets te doen. Ja, ja, ja. Dat woord kende ik ook niet hoor. Vervelen. Nee, ik ook niet. Nee, dat vind ik ook ongelooflijk. Denk ik, nou, hoe dan? Ik kom echt altijd tijd tekort. Het schijnt ook een mind ding te zijn. Maar ja, het is wel grappig. En als jij, jij vult je tijd goed. Wat lees of luister of kijk jij dan zo al in je vrije tijd? Of vrije tijd. Voor werk?
voor werk. Ondernemer, vrije tijd. Wat is dat? Nou ja, of ondernemers. Misschien kijk en lees, luister en lees je alleen maar dingen die met ondernemers te maken hebben. Dat kan natuurlijk ook. Eigenlijk op het moment wel. Hè, vroeger, ja. Voordat ik ondernemer was, hield ik heel erg van lezen. En dan waren het gewoon echt romans. Maar ik merk dat ik nu iedere keer de ontwikkelingen gaan zo snel. Het idee heb dat ik nog zoveel te leren heb. En mijn kennis bij te spijken. En echt die honger naar die nieuwe dingen. Dat ik wel merk dat het lang geleden is. Of ik ben echt op vakantie. Dan heb ik zo'n e-reader bij me. Dus dan wil ik nog wel eens een roman lezen. Maar dat het eigenlijk anders altijd managementboeken zijn. En podcasts ook. Ik luister, als ik onderweg ben, eigenlijk altijd podcasts. Als ik langer onderweg ben. Dus niet 10 minuutjes. Maar zodra ik wat langer in de auto zit, luister ik altijd podcasts. Maar dat zal ook nooit een leesboek zijn. Nee. Het zijn echt, En op dit moment, wat is nu het ding waar je enthousiast over bent? Podcast. Ja, de podcast van Amy Porterfield, die luister ik trouw. Eigenlijk de namen die ik net al noemde. Pat Flynn, die luister ik heel erg trouw. Vanaf nu ga ik natuurlijk de Kat Connet podcast iedere week trouw luisteren. Yes, duimpjes omhoog, de duimpjes gaan nu omhoog. Yes, goed bezig. En het boek, dat heb ik net al laten zien, die .com Secrets. Daar ben ik op het moment in bezig. Maar dat komt, mijn focus is op dit moment funnels. Dus dan ga ik ook kijken van wat ik daarover kan vinden. Blogs, podcasts, boeken. En dan is dat het onderwerp waar ik me in verdiep. Ja. En ik heb trouwens wel van hem ook meteen expert. Volgens mij heet die andere expert Secrets. Oké. Okay. Ja. Die heb ik hier. Ah. Maar daar ben ik nog niet heel ver in. Daar ben ik nu. En hij heeft nog een andere en die heb ik besteld. Die zag ik van de week voorbij komen, maar dan hebben we het over techniek. Dat was een Kindle-bestelling en het lukte me niet 1, 2, 3 om hem te openen. Dus ik denk, dat ga ik van het weekend even kijken. Dus ook die. Dus ik ben helemaal into de Russell Brunson op het moment. Oké. Okay. En heb je nog iets wat je gekeken hebt de laatste tijd, waarvan je zegt van, dat is de moeite waard om even te melden? Ja, je bedoelt ter ontspanning, Netflix of zo. Nee, weet je, of een toffe YouTube-video, of een, Nee, ik ben eigenlijk niet zo van de YouTube-videootjes, tenzij ik ergens niet uitkom hoe het moet, zeg maar. Dan ben ik nog wel eens van even een YouTube-filmpje kijken, van waar dat knopje precies zit of hoe dat doet. Maar anders ben ik toch meer van de boeken en de podcasts. Ja. Ja. Cool. Ja, ieder zijn ding, hè? Sommige mensen kijken heel de dag films. Die heb je ook? Ik kijk, ik kijk films op Netflix ter ontspanning, zeg maar. Ja, dat. Ja. Super nice. En heb je nog tips voor de luisteraars van deze podcast? Ja, wat voor tips willen ze? Hij mag alle tips geven die jij maar wil. Of een inzicht, of een quote, of iets waarvan jij denkt, dat is leuk om nog even mee te geven. Nee, ik denk vooral inderdaad gaan doen. Want ik merk wel dat heel veel mensen geneigd zijn om dan te denken van, ik weet nog niet genoeg. Dus heel erg in die kennis bijspijkeren te blijven hangen. En nog een trainingje, nog een dit, nog een dat. Maar ik denk dat je er pas achter komt, ook of het voor jou werkt, want iedereen is anders, is wel door het ook te gaan doen. En ik heb zoiets, wat kan het ergste zijn dat dat er iets fout gaat? Dan zeg je gewoon sorry en dan ga je gewoon verder. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. En ga je ook niet vergelijken met iemand anders. Want soms zijn we heel erg geneigd om ons te vergelijken met die voorbeelden die vaak al een paar jaar verder zijn dan jij, of zoveel stappen, en dan denkt het, maar dan wil ik ook dit of dit of dit. Nee, doe het gewoon stapje voor stapje. Maar ga het wel vooral doen om te ontdekken wat werkt en wat niet. Dan kom je er vanzelf achter. Theorie en praktijk zijn toch twee verschillende dingen. Nou, supermooi. Supermooi om mee te eindigen. En een hele waardevolle tip. Waar kunnen mensen jou vinden en volgen? Als ze nieuwsgierig naar jou zijn. We doen het ook in de show notes uiteraard. Maar
Op de meeste social media kanalen kan je mij gewoon vinden als Maaike Gulden. Gewoon onder mijn eigen naam. En op mijn website themarketingfactory.nl. Ja, daar deel ik wekelijks heel veel tips. En dat doe ik in de vorm van blogs, podcasts en videootjes. Cool, cool. Ga je allemaal volgen? Ik hoop het. Wat je allemaal verder nog allemaal voor toffe tips hebt. Wat je te bieden hebt. En je hebt ook nog een mooie online training. Die kunnen ze ook meer informatie over vinden op jouw website. Neem ik aan, ze kunnen zich abonneren op jouw nieuwsbrief. Alles is mogelijk, maar ik zeg ja, je interesse moet dus wel zijn echt online marketing. Want dat zijn de tips die ik deel over social media. Hè, hoe je klanten kan krijgen via Instagram. Of hoe je je beter kan profileren op LinkedIn. Of hoe je een mailinglijst bouwt of een online programma. Dus als dat je interesse is, alles wat komt kijken bij je zichtbaarheid en online marketing, dan is het heel interessant om mij te volgen, want ik deel hele praktische tips. Super. En als jij andere interesses hebt, dan is het waarschijnlijk minder interessant. En dat is ook oké. Ja, dat is helemaal prima. Hey Maaike, dankjewel voor dit leuke gesprek. En tof dat je even wat meer van jezelf liet zien. En we spreken elkaar vast weer. En dankjewel voor deze toffe antwoorden. Nou, heel graag gedaan. En ik vind het leuk om te doen. Dus dankjewel dat ik in jouw podcast mag zijn. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram. @katkolno. Tot de volgende keer. Ciao.